Goedenavond, een paar minuten over zeven. Dus we gaan zo dadelijk starten met het eerste webinar dat we organiseren met beleggen voor iedereen. Het heeft even geduurd. We zijn natuurlijk gewoon om maandelijkse lezingen te hebben met sprekers in het auditorium op de campus van Thomas Moor in geel. Maar dat is nog een tijdje moeilijk. Ook in het najaar gaan we maximaal 90 mensen in het auditorium kunnen hebben. En dat is uh, niet genoeg plaats om iedereen die geïnteresseerd is om lezingen van ons bij te wonen, om die uh, in het auditorium te kunnen hebben. Dus dan gaan we voor een hybride vorm, waarbij dat er enkele tientallen mensen tot 90 mensen aanwezig kunnen zijn in het auditorium en voor de andere abonnees en studenten op onze lezingenreeks zullen wij dat in deze vorm doen via een webinar op een digitale manier. De studenten van beleggen voor iedereen die zullen ook telkens de webinars kunnen herbekijken. En we verwelkomen vandaag ook heel wat nieuwe mensen die naar onze ja, lezingen kijken. En dat zijn bijvoorbeeld de mensen van Beurshobby. Dat zijn ook heel wat mensen van spaarvarkens.be. En nog een aantal andere gasten die we vandaag hebben. Dus eigenlijk buiten de abonnees van onze lezingenreeks zullen die mensen het webinar vanavond ook bijwonen. We zijn hier vanavond wel degelijk met een paar mensen op de campus van Thomas Moor in Geel. Zo zal u ook uh, Pieter zien. En we gaan het hebben over beleggen. Beleggen op een verstandige manier. Eigenlijk met een beetje een... Model, uh, zodat we niet heel emotioneel of heel lukraak aandelen gaan uitkiezen. En ik denk dat iedere belegger, ieder mens daar wel een beetje op, uh, naar op zoek is. Een beetje houvast wil hebben bij het beleggen en dat is al heel lang het geval. En om dat een beetje te illustreren, ga ik u terugnemen in de tijd toen ik hier student was op deze campus, van toen nog Hoger Instituut der Kempen. Dat is de periode 91, 92, 93 van de vorige eeuw. Ik herinner me nog dat ik met een medestudent hier op de parking arriveerde, in een auto. En we zetten die op de grote parking die aan deze campus uh, er is. En naast ons uh, stopt er ook een auto. Dat uh, raampje gaat naar beneden. Het is echt waar, wat ik u nu vertel. En wie zien wij daar? U gelooft dat nooit. We zien Jean-Pierre van Rossem. En die vraagt aan ons de weg. Hij vraagt de weg naar de ingang van de campus. Want het is inderdaad een grote campus. En voor mensen die hier voor het eerst toekomen, is het niet zo heel duidelijk waar ze precies verwacht worden. Jean-Pierre Van Rossum die zou hier een lezing geven op deze campus. En we vertellen hem hoe hij met zijn auto, hij zat in de passagiersstoel, het was een Golf, een Volkswagen Golf, waar dat hij in zat, hoe hij naar onze campus kon gaan. En mijn medestudent, Irene heette ze, uit West-Vlaanderen, uit Wielsbeken, die hier toen ook studeerde, Financiën en Verzekeringswezen. Wij stappen naar de ingang. Dat duurt enige tijd. Jean-Pierre van Ossum is dan waarschijnlijk al gearriveerd. En wat zien wij voor de ingang van het gebouw van de school van de campus van Thomas Moor, toen nog hoger instituut Ter Kempen? We zien daar een knalrode Ferrari staan. Mensen willen bedrogen worden. Ik zeg het zo vaak. En dat was dus die avond ook het geval. Jean-Pierre van Rossum zou hier een lezing geven. Um, en... Ja, hij gaf natuurlijk om zijn reputatie. Hij gaf ook heel veel om Ferraris, om het show-element in zijn lezingen. Dus om een beetje indruk te wekken, denk ik, heeft hij hier die rode Ferrari geparkeerd. Vanavond hebben we die hier niet aan de ingang van de school staan, maar het zal ook gaan over beleggen. En over een zekere methode die we eigenlijk zouden moeten ontwikkelen bij het beleggen. Zeg maar een soort van model op een zo verstandig mogelijke manier, zo rationeel mogelijke manier te gaan beleggen. En ik ben heel trots dat ik daarom vanavond niet Champier van Rossemzaliger, want uh, volgens mij uh, vertelde hij toch alleen maar wat onzin, maar wel een oud-student van deze school hier vanavond bij ons hebben. En dat is Pieter Slegers. Pieter Slegers heeft hier bedrijfsmanagement gestudeerd. Dat is een bachelor in uh, Financiën en Verzekeringswezen. Dus een beetje wat ik eigenlijk eerst als student heb gestudeerd. Hij heeft een beetje hetzelfde traject afgelegd, want dan is hij ook handelswetenschappen gaan studeren. En Pieter heeft voor zijn bachelorproef hier op de campus in geel geschreven over duurzaam beleggen. En voor zijn masterproef heeft hij dan eigenlijk een model ontwikkeld dat van kwantitatieve meetbare gegevens, cijfers vertrekt en op die manier kan opgebouwd worden. En vandaag geeft hij daarover een presentatie en ik ben er zeker van dat dat een goede houvast geeft aan beurs, hobbybeleggers of studentenbeleggen. Uh, en de studentenclubs, more or less, uh, de 13 clubs en binnenkort 16 clubs, die we hier in geel gaan hebben op de campus, om een methode te ontwikkelen om goede aandelen te selecteren en minder goede aandelen zoveel mogelijk links te laten liggen. Dus uh, ik ben heel blij dat we Pieter hier vanavond bij ons hebben. Het is een beetje interactief. U kan ook vragen stellen, maar Pieter zal die vragen in eerste instantie niet kunnen zien. Maar rechts van uw scherm ziet u een chatbox en daar kan u wel vragen noteren. En die zullen we na de presentatie dan stellen aan Pieter. Dus zo wordt het toch ook een beetje een interactief webinar. Uh, ik wens u heel veel uh, plezier of uh, heel veel kennis het komende uur bij de presentatie van Pieter Slegers. Goedenavond, iedereen. Eerst en vooral bedankt, Pascal, voor de uitgebreide inleiding. Uh, ik heb heel vaak aan de andere kant van in dit geval het scherm, maar meestal aan de aula gezeten en lezingen gevolgd hier in geel. Dus ik ben heel blij dat ik nu eens aan de andere kant mag staan en jullie vandaag hopelijk een beetje kan bijbrengen. Dus vandaag, Pascal zei het al, ga ik het hebben over uh, kwantitatief beleggen. Dus er een, een uh, wiskundige manier van beleggen zonder dat er emoties aan te pas komen, omdat ik van mening ben dat dat toch wel een meerwaarde kan zijn in je strategie en om eventueel zelfs zo'n strategie te hanteren. Heel kort even over mezelf. Pascal heeft het eigenlijk al, voornamelijk al gezegd. Ik heb dus hier uh, Pascal leren kennen als student Financiën en Verzekeringswezen in Geel. Uh, dan heb ik heb mijn studies hier afgerond en ben ik via een schakeljaar mijn master in de handelswetenschappen gaan doen, optie financieel management, waar ik dan inderdaad onder andere mijn thesis heb geschreven omtrent de performantie, dus de prestatie van kwantitatief beleggen. Qua werkervaring dan heb ik uh, een aantal uh, studentenjobs gedaan uh, tijdens mijn studies, dus onder andere bij BankBank uh, Bolero, ook bij, bij BNP Paribas Fortis, uh, de private banking afdeling, en uh, sinds september schrijf ik ook maandelijk iets voor het VFB. Um, en dan ja, natuurlijk afgestudeerd, daar hoort natuurlijk een job bij. Um, in september zal je dus starten als uh, portfolio bij Econopolis. Ik geloof dat uh, begin dit jaar de bedoeling was dat Geert Noels, dus de CEO, CEO van Econopolis, hier kwam spreken samen met zijn dochter Jolien Noels. Dat is helaas niet kunnen doorgaan wegens het coronavirus. Maar die lezing hebben we zeker nog te goed. En ik vermoed dat die voor het uh, begin van volgend jaar zal zijn. Dus uh, ja. ook zeker interessant om eventueel eens te volgen. Misschien sommige mensen zullen deze dia herkennen. Um, een half jaar geleden heb ik voor sommige van de mensen hier van de, de Beleggingsclub al een lezing gegeven. En toen ben ik ook met deze dia begonnen. Waarom? Omdat ik het eigenlijk een heel interessante en belangrijke dia vond. Dat is eigenlijk een studie van uh, GP Morgan Asset Management. Die heeft nagegaan hoeveel dat elke activa-klasse heeft opgeleverd in Amerika tussen 1999 en 2019. Dan zien we eigenlijk dat de real estate investment trusts het beste hebben gedaan. En waar ook heel interessant kan zijn voor ons om te bekijken als beleggers, is misschien die SP 500. Dus uh, dat is de grootste Amerikaanse aandelenindex en waarschijnlijk ook de belangrijkste Amerikaanse aandelenindex. En dan zien we dat die op die 20 jaar een rendement van 6,1% heeft opgeleverd. Maar als we dan eigenlijk gaan kijken naar wat de individuele belegger heeft gedaan, die staat helemaal hier rechts, dan zien we dat die maar 1,9% per jaar erop vooruit wist te gaan. Dat zijn bedroevende cijfers, eerder slechte cijfers waarom zeker wanneer ja, je weet, het rendement bedraagt 1,9%, maar ze hebben wel het volledige risico genomen om in die beurs belegd te zijn. Dus ze zijn absoluut niet vergoed geweest voor het risico dat ze hebben genomen. En dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Uh, Links naast de beleggers zie je ook de inflatie hier staan. Die bedraagt 2,2%. Dus dat betekent concreet dat die beleggers de afgelopen 20 jaar erop achteruit zijn gegaan in reële termen. Dus het leven werd elk jaar 2,2% duurder maar de gemiddelde belegger wist er blijkbaar maar 1,9% op vooruit te gaan. Dat zijn cijfers om bij stil te staan. Dat zijn misschien ook cijfers die af en toe eens een beetje in het voordeel van passieve beleggers spreken, dus aan de hand van trekkers gewoon de markt volgen. Persoonlijk ben ik ook van mening dat dat voor heel veel beleggers een juiste keuze is, zeker voor mensen die niet de ambitie hebben om wekelijks of dagelijks zelfs met hun beleggingen bezig te zijn. Met zo'n trekker kan je heel eenvoudig een marktconform rendement behalen. En blijkbaar slagen een 90 à 95 procent van alle beleggers daar al niet in. Dus dan ben je al goed bezig. Maar ik denk dat het zeker mogelijk is om een beter rendement dan hier die SP 500 te behalen. En dat kan je bijvoorbeeld onder andere doen met kwantitatief beleggen. Of die mening heb ik er in ieder geval. En daar kom ik vandaag wat meer over vertellen. Sommigen van jullie zullen dit boek misschien kennen. Dat is, uh, is een boek: dus, uh, the, Little Book That Still Beats, of the Little Book That Beats the Market. Er is daarna nog een na nieuwe versie van gekomen, de little book dat boek that still beats the market, van Joel Creamblad. Waarom begin ik hier eigenlijk mee? Het is eigenlijk een heel toegankelijk en heel eenvoudig boek, geschreven door Queenblad. Waarom heeft hij dat eigenlijk geschreven? Het was initieel niet de bedoeling om dat boek te publiceren, maar hij kwam natuurlijk uiteraard ook een beetje op een oudere leeftijd, en hij merkte eigenlijk dat zijn kinderen niet echt die ambitie hadden om veel met beleggen bezig te zijn, zoals vele helaas nog dat uh, hebben in onze maatschappij. Maar hij heeft eigenlijk een, een soort van boekje, voor zijn kinderen dan, Geschreven hoe je eigenlijk zonder veel met beleggen bezig te zijn, um, toch mooie rendementen kan behalen. Uiteindelijk was er dan vraag van vrienden, familie enzovoort om ook dat boekje te zien. En is dat uiteindelijk gepubliceerd geweest en is eigenlijk een, een van de bestsellers qua, qua beleggingsboeken geworden. Wat is eigenlijk de essentie van dat boek? Is dat je eigenlijk moet beleggen volgens twee bepaalde criteria. Dus Er zijn ook al een beetje een kwantitatieve maatstaven die je gebruikt. En dat is enerzijds het winstrendement. En wat is eigenlijk het winstrendement? Misschien is de koers-winstverhouding een beetje bekender bij de meesten. Eigenlijk is het winstrendement gewoon het, de inverse of de omgekeerde van de koers-winstverhouding. Is uw koers-winstverhouding gelijk aan 10? Dan is eigenlijk uw winstrendement gewoon 100 gedeeld door 10, dus in dit geval 10%. Uiteraard, je wilt aandelen die zoveel mogelijk winst maken, dus in dit geval aandelen die zo hoog mogelijk winstrendement hebben. Als het winstrendement 10% is, dan betekent dat eigenlijk dat moest de winst constant blijven. Dat je eigenlijk op 10 jaar je investering gaat terugverdiend hebben. Dus Griebel zegt: we willen aandelen met een zo hoog mogelijk winstrendement. Maar dat is niet het enige. We willen ook aandelen met een zo hoog mogelijk ROIC, of Return on Invested Capital. Wat betekent dat? We willen dus eigenlijk aandelen die met het geïnvesteerd kapitaal, dus het kapitaal dat onder andere beleggers hen toewerpen of uh, erin investeren, zal ik maar zeggen, zoveel mogelijk winst meten te maken. En ik denk dat dat ook een heel intuïtieve is. Uiteraard wil je, als je als belegger 1000 euro in een bedrijf stopt, dat het bedrijf erin slaagt om met die 1000 euro zoveel mogelijk erop vooruit te gaan. Er zijn eigenlijk twee heel uh, rationele, ik denk intuïtieve maatstaven. Enerzijds het, het winstrendement en anderzijds die ROIC, de kwaliteit van uw winst eigenlijk. En hij zegt, als je die twee gaat combineren en uh, de meest koopwaardige aandelen volgens die twee parameters gaat gebruiken, dan gaat hij er eigenlijk voor zorgen dat je mooie rendementen gaat behalen. Hij heeft dat dan zelf uh, gebacktest, noemt dat dan zo in de, in de academische literatuur. Dus onderzocht: oké, okay, als ik dit zou gedaan hebben in het verleden, hoe zou ik het dan gepresteerd hebben? En dat bleek eigenlijk dat dat heel goed heeft gedaan. En dat dus wel degelijk een, uh, een heel goede strategie was. Dus opnieuw twee eenvoudige, heel eenvoudige criteria: winstrendement en het, het rendement op je geïnvesteerd kapitaal. Um, en die blijken al een pak beter doen dan de mijten in zijn geheel. Ik ga nog eventjes terug naar de vorige dia. Je ziet het hier. 1,9% voor de gemiddelde belegger, 6,1% voor de S&P 500. Bijna niemand slaagt erin om even goed te doen als de S&P 500. Maar blijkbaar slaagt die twee eenvoudige en naar mijn mening intuïtieve criteria erin om toch wel een pak beter te doen. En als ik een pak beter zeg, dan is het inderdaad ook wel een pak beter. Want die strategie van, uh, van Greenblatt bleek uh, per jaar zo'n 10% beter te doen dan de markt. Dus uh, dan zit je veruit helemaal in de linkse categorie qua beste prestatie. Hier ook nog aan de linkerkant een boekje van uh, Zoekerman. Dat geschreven is over Jim Simons. Dus, uh, misschien zullen sommigen Jim Simons ook wel kennen. Die is de afgelopen maanden een aantal keer in de media verschenen. Waarom? Simons is eigenlijk een wiskundige die een voormalig uh, les, les gaat van uh, een befaamde universiteit. En hij slaat erin om allerlei wiskundige modellen bepaalde zaken te gaan voorspellen. En hij was van mening: kijk, als je dat kan doen met fysica, chemie enzovoort, waarom zou je dat niet kunnen doen op de beurs? En dan heeft hij eigenlijk zijn eigen hedgefonds ontwikkeld, het Medaillon Fund. En um, de eerste jaren, moeten we eerlijk zeggen, was hij niet al te succesvol. Is hij blijven zoeken naar bepaalde mathematische verbanden enzovoort. En dan blijkt het toch wel dat hij de holy grail, om het zo te zeggen, gevonden heeft. In de zin van, van 1988 tot 2018 is, zoeker, uh, is Simons erin geslaagd om een rendement van zo'n 66% voorkosten te behalen en 38% nakosten. Dus uh, dat is een kwantitatieve planningstrategie die ook wordt gebruikt op basis van algoritmes. Um, als je het boek zou willen lezen, moet ik je wel teleurstellen. In het boek wordt absoluut niet gezegd op welke manier die aandelen worden geselecteerd. Het enige dat publiek is en dat duidelijk is, is dat het effectief gaat om een algoritme op basis van wiskundige benaderingen. Maar het is natuurlijk zo, als je zo'n strategie hebt gevonden, dan wil je die met niemand delen en dat is hier ook het geval. Dus bijvoorbeeld zowel huidige werknemers als voormalige werknemers die worden contractueel verplicht om niets te mogen zeggen over hoe dat er eigenlijk in dat, in dat fonds aan toe gaat. Maar het is sowieso wel eens een interessant boek om te bekijken om gewoon eigenlijk een beetje de, het leven van uh, Simons een beetje beter te leren kennen. Dan aan de rechterkant zien we Mary Turner. Dat is misschien die Pascal uh, wel kent. Dat is een, een voormalig topvrouw in de, de City in Londen. Ook in een interview van de tijd, uh, een aantal weken of een aantal maanden misschien terug, die, zei, die vrouw zei eigenlijk, de fondsbeheerder is dood, de toekomst is aan de wiskundige. Waarom zegt ze dat? Omdat eigenlijk, net zoals particuliere beleggers, zijn er heel weinig professionelen die erin slagen om een marktconform rendement te neer te leggen, wat staan de markt te verslaan. En Turner stelt zich dan in dat interview eigenlijk de vraag: hoe kunnen beleggers dat wel doen? En dat blijkt met zo'n wiskundige benadering te zijn. Dus het is echt wel een, een beleggingsmanier die nog in zijn kinderschoenen staat, om het zo te zeggen, maar wel eentje die absoluut, of naar mijn mening toch in ieder geval, belangrijker gaat worden de komende jaren en waar je zeker rekening mee kan houden omdat je zo steeds meer fondsen, um, ETF's, je weet ooit beleggingsblaadjes enzovoort, zelfs in passeren die eigenlijk beroep doen op zo'n strategieën. Dus wat is kwantitatief beleggen eigenlijk? Er zijn heel wat synoniemen die daarvoor worden gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld ja, kwantitatief beleggen, kwantbeleggen wordt ook wel eens gezegd. Wiskundig beleggen, uh, factor beleggen, multifactor beleggen. Als je zo'n ding in de media hoort, uh, in een artikel enzovoort, dan gaat het eigenlijk over dit. Dus concreet, wat is dat eigenlijk? Kwantitatief beleggen is dat je rationeel gaat beleggen volgens vastgestelde regels. Dus op voorhand leg je eigenlijk je strategie vast en je houdt je daar ten allen tijde aan. Dus je schrijft bijvoorbeeld op papier of op je computer, maakt niet uit. Ik wil alleen maar beleggen in aandelen die een koerswinstverhouding van maximaal zoveel hebben, een koersboekswaarde van maximaal zoveel. Ik wil een goed momentum, ga ik zo uitleggen wat dat is, hebben. En daar ga je die aandelen kopen. Het is bijvoorbeeld zo als je, je zo'n model gebruikt en die zeggen morgen we gaan Tessenderlo kopen, dan ga je niet daarna nog terugkappelen en zeggen van ja maar mijn persoonlijke mening over Tessenderlo is toch, uh, toch niet zo heel goed of uh, volgende week komen de cijfers, ik zou die toch nog graag eventjes wachten. Nee, als je zo'n strategie gebruikt, ligt op papier vast wat je gaat doen en je houdt je daar dan alle aan. Waar is daar het voordeel van of de grote kracht, naar mijn mening, is dat het volledig emotieloos is. Dus er is absoluut geen ruimte om emotionele beslissingen te gaan nemen. In uh, de beurswereld, in de financiële wereld, is er een hele term rond ontstaan die behavioral finance heet. Dus mensen zijn niet rationeel met hun geld, zoals het aankomt op om, uh, de aankoop van een wagen, in de winkel enzovoort. Maar ook niet op beleidingsvlak. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan verliezen die vaak voor velen heel pijnlijk zijn om te nemen, terwijl ze hun winnaars te, te snel verkopen. Dat zijn veelgemaakte fouten. En door zo'n model te gebruiken ga je zo'n fouten kunnen vermijden, wat je dan hopelijk op termijn je rendement te goede komt. Wat voor factoren of wat voor criteria ga je dan gebruiken in zo'n model? Je gaat factoren gebruiken die in het verleden een succes hebben bewezen. Dus je gaat factoren gebruiken waar je in gelooft. Dat is eerst en vooral een heel belangrijke. Je moet er zelf in geloven, want een strategie, als je er zelf niet in gelooft, dan gaat die niet werken voor jou. Heel belangrijk. En je kiest er daarbij voor factoren of criteria die in het verleden een succes hebben bewezen. En zo zijn er heel veel. Je ziet ze daar onderaan staan op de, op de dia. Dus je hebt bijvoorbeeld value, uh, waarde, aandeel door het beter. Ook weer heel intuïtief denk ik. Um, als je naar de callruit of naar werk of naar een andere supermarkt gaat, dan wil je zo goedkoop mogelijk kopen. Als de shampoo vandaag in promotie staat, dan neem je er misschien wat meer mee enzovoort. Dat is bij beleggen ook. Je wilt je aandelen zo goedkoop mogelijk kopen, tegen zo goedkoop mogelijk prijs. Je hebt ook quality of kwaliteit. Je wilt aandelen met bijvoorbeeld een consistente winst. Je wilt geen bedrijf in je portefeuille dat vandaag 100 miljoen euro winst maakt, volgend jaar 50 miljoen euro verlies, het jaar erop break even rijdt. En dan weer 200 miljoen euro winst, bij wijze van spreken. Nee, je wilt een bedrijf dat dit jaar 100 miljoen euro winst maakt, volgend jaar 120 miljoen, 150 miljoen enzovoort. Omdat dat veel, veel zekerder is om het zo te zeggen. En je hebt ook momentum, wat toch wel een belangrijke factor blijft, blijkt te zijn, maar toch ook wel een beetje mee oppassen. Nu, momentum, wat is dat eigenlijk juist? Momentum is dat je aandelen gaat kopen die de afgelopen 6 tot 12 maanden bijvoorbeeld zijn gestegen, dus waarvan de beurskoers dan omhoog gegaan. En dat doe je dan eigenlijk onder de veronderstelling. Ver ver dat bijvoorbeeld de komende 6 tot 12 maanden die trend zich gaat verder zetten. Dus je gaat eigenlijk een beetje met de trend meebeleggen. Waarom zeg ik dan toch, je moet er een beetje mee oppassen, want wat blijkt nu, als je zo'n momentum aandelen koopt, dat zijn vaak een beetje iets meer gehypte aandelen, om het zo te zeggen. En als je die voor langere perioden aanhoudt, dus 2, 3, 4 jaar zal ik maar zeggen, dan blijkt dat die trend zich dan gaat keren. Dat heet wel ook wel eens reversion to the mean. Dus zo'n momentum is eerder voor korte termijn uh, spelen op de beurs. Maar als je eigenlijk zo verschillende factoren gaat combineren, zoals hier value, quality en momentum, dan blijkt het zeker wel zijn meerwaarde te hebben. Daar kom ik zo dadelijk ook op terug. Hier een foto van ook iemand heel bekend in de beleggingswereld. Ik hoop dat velen van jullie hem kennen, en zeker als je de naam laat vallen, zul je hem wel kennen. Dit is hier een foto van Benjamin Graham, dus de vader van het waardebeleggen. Waarom laat ik die hier nu zien in een presentatie over kwantitatief beleggen, is omdat eigenlijk weinigen weten het weten, maar Graham was de eerste, of toch in ieder geval bij de eerste, die een kwantitatieve beleggingsmethode hanteerde. Dus Graham is onder andere de vader van het waardebeleggen, zoals ik zei. Ook een beetje de, de leermeester van Warren Buffett. Maar in zijn tijd, dat was dan 1930, 1940, had Graham eigenlijk een beleggingsmethode die NCAV noemde, of de Net Current Asset Value Methode. En wat stelde die strategie eigenlijk? Graham zei als je de vlottende activa minder schulden doet. En je doet die maal 0,66. Je wil dat die waarde groter is dan de beurswaarde van het bedrijf. Waarbij beurswaarde dan eigenlijk je aantal aandelen maal de beurskoers is. En als je zo'n aandeel in je portefeuille zou opnemen, dan zou je blijkbaar buitensporige rendementen halen. En dat bleek ook weer het geval te zijn. Opnieuw heel wat studies naar gedaan. Door Graham zelf getest, maar ook later door bijvoorbeeld Oppenheimer enzovoort. En die concluderen allemaal dat die zo rond de 10-15% beter per jaar doen. Ik zal het misschien nog eens een herhalen, die NCAV-methode is dat je eigenlijk je vlottende activa minus schulden maal 0,66 doet. En dat, en dat bedrag dat moet groter zijn dan de marktkapitalisatie van het bedrijf. En als je zo'n bedrijven vindt, die zou je dan volgens GWE moeten aankopen. Je moet er wel een beetje een kanttekening mee maken. En dat is eigenlijk dat vandaag zo'n aandeel die voldoen aan dit criterium, je gaat er nog heel weinig vinden. Als je op wereldwijd vlak gaat kijken, zal je er nog wel een aantal vinden. Maar ik geloof dat bijvoorbeeld momenteel in België en Nederland, als je deze, dit criteria gaat adopteren, ga je er geen vinden. Maar ik denk dat het principe wel weer duidelijk is. Hier is één, één regeltje, zal ik maar zeggen, en dat blijkt heel goed te presteren. Het bleek honderd jaar geleden bijna heel goed te presteren en vandaag de dag nog steeds. En die, de, 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 de zaken die ik nu een beetje besproken heb, dat heeft eigenlijk een beetje de basis gevormd voor mijn thesis, dus waar ik het afgelopen jaar rond heb gewerkt. Dus, uh, dat gaat dan om de performantie van multifactor-strategieën, multifactor, -strategieën, multifactor -strategieën, kwantstrategieën, kwantitatief beleggen, hoe je het ook wil noemen. Dat is allemaal een beetje een pot nat, om het zo te zeggen. En hoe is er eigenlijk te werk gegaan? Ik heb eigenlijk gewerkt met alle Belgische aandelen en die van zijn buurlanden. Dus Belgische aandelen, Duitse, Franse, Nederlandse en Luxemburgse. En dat over de periode van 1999 tot 2019. Concreet betekent dat, dat er dus eigenlijk 2100 bedrijven waren, het is niet zo dat op elk moment er 2100 bedrijven op de beurs stonden. Want natuurlijk, gedurende die 20-jarige periode zijn er bedrijven die van de beurs verdwijnen, die naar de beurs komen, gelukkig, um, eventueel failliet gaan. Maar over die 20-jarige periode waren er in totaal 2100 bedrijven beschikbaar. En wat je dan eigenlijk gaat doen, is je gaat bepaalde selectiecriteria gebruiken. En op basis van daarvan ga je de meest koopwaardige aandeel aankopen. En in dit geval zijn dat dan 20 posities per jaar. Dus stel je bijvoorbeeld voor dat er in 2008. 2018 1500 bedrijven op de beurs stonden. Dan gaan we eigenlijk elk bedrijf sorteren volgens elke criteria die ik zo dadelijk ga tonen. En dan ga je daaruit de 20 beste of meest koopwaardige aandelen volgens je criteria gaan kopen. Dus de criteria zijn hier te zien. Het is misschien op het scherm uh, een beetje klein, maar dat is geen probleem. Ik ga het uitleggen en voorlezen. Dus, uh, er werden eigenlijk drie of vier strategieën bestudeerd. Je hebt ten eerste die Trending Value-strategie van James O'Shaughnessy. De Piotrowski F-score van Piotrowski en dan de High Quality Value en High Quality V2 dat zijn eigenlijk twee strategieën die ik uh, zelf heb ontworpen. Um, waarom heb ik eigenlijk zelf een strategie ook gemaakt? Want het is daarbij belangrijk om te vermelden, die Trending Value Strategie en Piotrowski F-score, die zijn eigenlijk gemaakt door mensen die al heel de tijd in dat kwantitatief beleggen zaten. En zoals bijvoorbeeld Trending Value, die heeft uh, een boek geschreven, What Works on Wall Street. En je zou nagaan van 1929 tot 2011 welke criteria werken het beste. Dat zijn dan criteria zoals de koers, boekwaarde, um, enterprise value op EBITDA enzovoort. En als je die gaat combineren, welke hebben dan het beste gewerkt? Dus eigenlijk die trending value strategie is een strategie die gewoon naar het verleden heeft gekeken en dan alle factoren die het beste hebben gewerkt of samen het beste hebben gewerkt, gecombineerd. En dat is eigenlijk hetzelfde bij de Piotrowski F-score. Wat leek mij aan de meerwaarde bij die high-quality value? is dat je eigenlijk gaat kijken, ik heb zo gezegd met een natte vinger uh, bepaalde criteria gecombineerd, waarvan ik persoonlijk in geloofde, puur op basis van intuïtie dan en een beetje de academische literatuur. Maar het principe is, stel dat die high quality value, dat die het ook goed zou doen, zonder op voorhand te gaan kijken waar allemaal het beste werkte, en die doet het beduidend beter dan de markt, dan denk ik dat dat een sterke indicatie is dat dergelijke strategieën wel blijken te werken. Je ziet dus ook die high quality value en high quality value V2, wat is eigenlijk het verschil? Die zijn vrij soortgelijk. Maar bij de tweede versie zal je zien dat eigenlijk hier helemaal onderaan, uh, even kijken, hier, dat eigenlijk momentum als, uh, als finale of als laatste factor wordt gebruikt. En wat blijkt nu in de praktijk, ook bij, die andere, bij andere studies, bij andere strategieën, dat als je momentum als laatste factor gebruikt, dat dat toch wel uw prestaties, uw performantie ten goede komt. Dus uh, in het verdere verloop zal ik ook vooral spreken, als ik... Uh, de resultaten bespreek over die high quality value V2. Misschien nog heel even een voorbeeld geven over hoe je dan eigenlijk precies die aandeel hebt geselecteerd. Ik zal dat met de trending value doen. Dus hier heb je eigenlijk je hebt zes waarderingskenmerken die gebruikt worden: de koersomzet, koersboekwaarde, koerswinst, EBITDA, enterprise value, de koerscashflow uh, koers en de shareholder yield. Waarbij de shareholder yield is eigenlijk je dividendrendement plus je uh, insider aankopen. Want als u, uh, sorry, uh, aankopen van het bedrijf zelf. Want als je bedrijf zelf aandelen inkoopt, dan gaat je winst enzovoort moeten uh, verdeeld worden over minder aandelen. Wat er natuurlijk voor zorgt dat dat ook goed is voor jou. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Neem opnieuw het voorbeeld van 2018. Er zijn 1500 bedrijven. En wat er eigenlijk gebeurt, je gaat elk bedrijf één voor één sorteren volgens elke ratio hier. Dus volgens deze. Opnieuw misschien het voorbeeldje van de Senderlo. Um, ik, ik volg het aandeel zelf niet, maar stel dat ze aan een koersboekwaarde van anderhalf noteren. Dan ga je eigenlijk kijken van, oké, okay, die 1.499 alle andere bedrijven, hoe, aan welke koersboekwaarde noteren die? En je gaat die chronologisch sorteren. Stel je voor dat de senderlo bij de 25% goedkoopste bedrijven volgens de koersboekwaarde hoort, dan krijgt dat een score van 25. Uiteraard wil je zo goedkoop mogelijk aandeel in je portefeuille. Dus je wilt die score zo laag mogelijk. Hoe lager, hoe beter. En dan doe je eigenlijk hetzelfde voor de koersomzet de koerswinst, de EBITDA, op enterprise value, de koerscashflow enzovoort. Dus stel dat je koerscashflow dat centrum matig presteert. Ze zitten bij de, bij de 50% beste dus in de helft, dan krijgen ze een score van 50 voor die criteria. En wat je eigenlijk gaat doen vervolgens, als je elk bedrijf, dus alle 1500 bedrijven voor elke ratio een score hebt gegeven, dan ga je voor elk bedrijf al die ratio's optellen. En dan vervolgens, hier staat het, dan ga je eigenlijk de twee decielen maar concreet betekent de 20% goedkoopste aandelen volgens die zes ratios, die ga je eigenlijk in een nieuw mandje steken en daar ga je mee verder werken. En wat ga je dan vervolgens doen? Daaruit ga je eigenlijk de 20 bedrijven um, met het beste momentum nemen op zes maanden. Dus uit die 20% goedkoopste aandelen neem je de 20 bedrijven die uh, het hardste zijn gestegen de afgelopen zes maanden en die koop je. En dat doen ze dus over elk jaar. Um, ik zou kunnen. Er is bij kunnen voorstellen dat het misschien een beetje ingewikkeld is. Als het niet zo duidelijk zijn, zeg het dan eventjes uh, in de chat. Dan uh, kan Pascal het uh, laten weten en dan kan ik ondertussen eens een keertje drinken. Voorlopig is het duidelijk blijkbaar, want ik zie weinig vragen daarover. Maar ik denk dat de studenten nog volop bezig zijn met het te verwerken. Mm -hmm. <laughs> het is natuurlijk zo, um, zoiets als je dat doet, dan... Um, dat is een vrij, uh, vrij repetitief werkje. Dat is vrij veel werk om al die 1500 bedrijven te sorteren. Hoe gebeurt dat in de praktijk? Dat is dan eigenlijk meestal met een, met een programmeersoftware. Um, persoonlijk heb ik dat bijvoorbeeld met R gedaan. Uh, Python is waarschijnlijk iets bekender. Maar zo gaan we eigenlijk al die bedrijven sorteren. Ik weet niet of er ondertussen nog vragen zijn. Anders ga ik uh, gewoon verder. Oké, okay, top. Dus dan hier zijn we aangekomen bij de returns. Dus we hebben van 1999 hier tot 2019... Telkens de meest kopwaarige aandeel opgenomen voor de drie of vier strategieën. En dan gaan we naar die returns kijken, en ik kan je eigenlijk best helemaal naar de onderste lijn hier kijken. En dan zie je eigenlijk de benchmark die werd gebruikt op je referentieindex, de straks uh, u op 600. Die wist er 3,95% op vooruit te gaan per jaar. Wat dat matig is. Natuurlijk, uh, Natuurlijk, we hebben ook hier uh, de, de, de dotcom-crisis erin zitten. En de financiële crisis, dus al twee boelige perioden. Maar als we dan naar die kwantstrategieën, of kwantitatieve strategieën gaan kijken, dan zien we eigenlijk dat die rendementen variëren tussen de 12,03% en de 13,13%. ,13%. Dus dat is bijna 10% beter, wat toch wel heel goed is, um, naar mijn mening, op die 20 jaar. Natuurlijk, eerlijkheid moet me ook te zeggen, wat je bij zo'n strategie altijd hebt, is dat je met momenten iets slechter gaat presteren. Als je hier naar de twee onderste jaren kijkt, dus 2018. En 2019. Uh, 2019 staat een sterretje bij, omdat het dan eigenlijk maar tot juni werd bestudeerd. Dus dat is een periode van anderhalf jaar. Maar daar zie je dus ook dat elke strategie het iets slechter heeft gedaan dan de op 600. Dat is iets waar je tegen moet kunnen en dat af en toe wel eens iets kan, wel kan voorkomen. Dus dat is wat je zo belangrijk is om bij stil te staan. Ook als je hier naar, uh, naar de financiële crisis kijkt, 2008, dan zie je ook vooral dat eigenlijk in tijden van crisis die Piotrowski F-score het heel goed doet. Dus die ging er tijdens de crisis min 20% op vooruit, ten opzichte van min 43% voor de benchmark. En het jaar erop ging die er 88% op vooruit. Dus natuurlijk heel goed. Ik ga eens even terug naar de vorige dia. Um, ik hoop dat deze heel intuïtieve, logische criteria zijn die worden gebruikt, zoals die koersboekwaarde. Ook bij de Piotrowski F score, de high quality value, Dan ben ik daar straks nog eventjes vergeten te zeggen. Maar daar gebruiken ze eigenlijk ook een aantal kwaliteitsmaatstaven. Dus zoals de je robuustheid van uw winstgevendheid. Um, je hoort niet een bedrijf dat te veel schulden heeft, um, een hogere brutomarge dan vorig jaar. Ook bijvoorbeeld de inkoop van eigen aandelen, waarop nieuw werd rekening mee gehouden. Ik denk dat het eigenlijk allemaal criteria zijn die wel vrij logisch zijn dat ze mooie rendementen, dat ze het beter zou kunnen doen. En in de praktijk blijkt dat ook zo, als je die gaat combineren, dat je dan heel mooie resultaten kan behalen. Natuurlijk, risico en rendement, dat zijn twee zaken die onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn op de beurs. Um, een fout die heel vaak gemaakt wordt, bijvoorbeeld, is dat stel dat dit jaar de beurs met 10% gaat stijgen. Um, ik geloof persoonlijk niet echt dat dat gaat gebeuren dit jaar, maar goed, stel, hij gaat er 15% zelf op vooruit dit jaar. Dus 10% van de beurs, 15% voor jou. Dan zeggen veel beleggers, oké, okay, ik heb het goed gedaan, ik heb beter gepresteerd dan de beurs, ik heb de beurs verslagen dit jaar. Maar je moet altijd naar dat risico dat je neemt kijken. Als je anderhalve keer zoveel risico hebt genomen, en anderhalf keer zoveel rendement wist te behalen, dan heb je eigenlijk gewoon conform de beurs gepresteerd. En dat is eigenlijk iets wat hier wordt bestudeerd in deze, in deze dia. Laat je zeker niet ontmoedigen door al die termen. Um, ik ga er uh, door een paar doorgaan, maar dat hoeft u absoluut niet moeilijk te zijn. Je hebt hier dus bijvoorbeeld je Sharpe ratio. En wat is je Sharpe ratio? Die kijkt eigenlijk per eenheid genomen risico hoeveel rendement wist ik te behalen. Dus die wil je uiteraard zo hoog mogelijk. En wat blijkt? Voor alle strategieën ligt die ook een 3 tot 3,5 keer hoger dan die van de benchmark, dan die van de Stocksjeur op 600. Dus dat is wat je wil zien. Je hebt hier ook je beta. Je beta is per definitie altijd 1 uh, voor je benchmark. Als de beta van een aandeel van je portefeuille, je strategie, hoger is dan 1, dan betekent dat dat die meer volatiel is, dat die meer risicovol is. Is die lager dan 1, dan neem je eigenlijk meer, uh, minder risico dan de beurs. En we zien eigenlijk voor al die strategieën, blijkt de beta onder 1 te zitten. Wat toch wel opmerkelijk is, de vorige dia, we halen bijna 10% meer rendement per jaar. Maar blijkbaar zouden we volgens de beta in ieder geval minder risico nemen. Als je naar die uh, neerwaartse koersrisico kijkt, dan zien we dat die min of meer in lijn ligt met die van, uh, van de benchmark. Dus een neerwaartse koersrisico is eigenlijk hoeveel de koers van je strategie, van je portefeuille, van de index, maximaal is gedaald van zijn hoogtepunt. Natuurlijk de cijfers die je hier ziet, dat is vooral uh, dat tijdens de financiële crisis. Uh, en dan zie je eigenlijk, en dat valt ook wel weer op wat ik vorige keer ook al zei, voor de Piotrowski F-score blijkt dat die, dat die minder hard talen in tijden dat het slecht gaat. En ook nog wel interessant om te bekijken is die underperformance. Dus dat wordt daar bestudeerd in hoeveel eenjarige, driejarige en vijfjarige periode wisten de strategieën strategie beter te presteren dan de benchmark. En dan zie je eigenlijk dat we op één jaar, op één van de vier jaren, de strategieën het slechter doen. Dus op drie van de vier jaren beter. En als je op vijf jaar kijkt, dan zie je dat de Trending Value Strategie en de High Quality Value V2 Strategie het altijd beter hebben gedaan. Dus er is geen enkele vijfjarige periode geweest dat ze slechter deden. En voor de Piotrowski F-score is dat 1 één op de vier jaar dat ze het slechter doen, drie op de vier beter. Dus nog altijd mooie cijfers. Dit is een dia die iets meer academisch is, zal ik maar zeggen. Dus daar ga ik niet te lang op stilstaan. Maar hier werd eigenlijk de alpha onderzocht. Um, sommigen van jullie zullen het wel kennen. Maar uw alpha is eigenlijk iets, een term die nagaat of je de beurs weet te verslaan. Um, de bekendste manier om dat na te gaan is het KPM, dat is het Capital Asset Pricing model. Dat zullen sommigen misschien wel kennen. En wat zegt, dat, wat zegt dat model? Wat zegt het KPM? Dat is eigenlijk hoe hoger de beta, hoe meer rendement je zou moeten behalen. Want beta is meer risico, meer risico, je zou meer rendement moeten behalen. En je hebt zo nog heel wat andere modellen. Dus het Fama French 3-factor model enzovoort. Laat u daar... Niet door in de war brengen, het is niet zo heel moeilijk. Misschien deze heel kort eventjes bespreken. Dus dat is het Fama French 5-factor model plus momentum. Dus herinner u, het KPM zegt hoe hoger de beta, hoe meer risico. Maar wat zegt dat Fama French 5-factor model met momentum eigenlijk? Het is niet enkel de beta die voor meer risico zorgt, maar er zijn nog heel wat andere factoren. Zo dus heb je value, um, is een risicofactor. Dus goedkopere aandelen zouden meer risico met zich meebrengen. Wat is daar de achterliggende redenering achter? Eigenlijk value aandelen zijn dan vaak aandelen die een beetje verguisd zijn, die uh, gedaald zijn in waarde en dus meer kans hebben op om, failliet, om failliet te gaan. Dus dat is meer risico. Ook size. Hoe kleiner het bedrijf, hoe meer risico. Dus daar moet je ook voor corrigeren. Um, omdat ze dan liquiditeitsproblemen kunnen hebben. Stel je voor dat je bijvoorbeeld voor 10 miljoen euro aandelen Mico zou hebben. De market cap van Mico ligt geloof ik rond de 100 miljoen. Als jij die morgen allemaal verkopen, dan ga je heel de markt in de problemen brengen. Dus uh, daarover gaat dat. Maar dan heb je ook nog een aantal risicofactoren, dat men in de academische wereld zegt van, dat zijn risicofactoren, ook al is dat intuïtief misschien een beetje raar. Je hebt bijvoorbeeld de consistentie van de winstgevendheid. Dus hoe consistenter je winst, hoe meer risico zeggen zo'n modellen. Dus een bedrijf dat vandaag, zoals ik al eens heb aangehaald, 100 miljoen winst maakt, volgend jaar 120 miljoen, 150 miljoen, dat is blijkbaar meer risicovol dan een bedrijf dat vandaag 100 miljoen euro winst maakt, volgend jaar 50 miljoen verlies enzovoort. En ook de robuustheid van de R&D, uh, van uw research and development, of de development, um, dat is ook een risicofactor, blijkbaar. Als ook momentum. Dus aandeel die in het verleden zijn uh, gedaald, uh, gestegen, dat is ook een risico. Je kan erover discussiëren, of value, um, robuustheid van uw winstgevendheid enzovoort, dat dat risicofactoren zijn. Ik denk persoonlijk van niet. Maar goed, het model in de academische literatuur stelt het zo maar wat blijkt nu, zelfs als je gaat corrigeren voor die zes risicofactoren, dan nog slaagt het model er eigenlijk niet in om de returns van die strategieën te verklaren. Wat betekent dat concreet? Zelfs dan wordt er alpha gegenereerd, in andere woorden, zelfs dan is dat eigenlijk een strategie die uitgebouwd kan worden, want de markt houdt er geen rekening mee. Dus op de basis hiervan zou je zeggen van oké, okay, kijk, dit is interessant. Heel kort eventjes, ook niet de meest belangrijke dia, maar wat ook bij professionele beleggers heel vaak wordt gedaan, is dat je eigenlijk voor een belang van 130% long gaat en 30% short. Dus uh, als je long gaat, uiteraard dan wil je dat die aandelen stijgen. Als je short gaat, dan ga je eigenlijk winst maken wanneer je die aandelen dalen. Waarom wordt eigenlijk voornamelijk gedaan, de, voor professionele beleggers dan, is dat je eigenlijk een hefboom op je winst gaat zetten. Als je natuurlijk 30% short gaat, dan betekent dat dat eigenlijk, eens dat je die short aangaat, ga je geld krijgen, en als je die short gaat sluiten, ga je geld moeten betalen. Maar als je die short aangaat, ga je dus geld krijgen en je gaat voor 30% short. Dat betekent dus eigenlijk concreet dat je 30% extra long kan gaan met het geld dat je de shortzijde kan gaan. En zo krijg je eigenlijk een beetje een hefboom op je strategie. En als je, als je naar de performantie kijkt, ja, opnieuw uiteraard 3,95% voor de benchmark. Maar voor de Piotrowski f score 14,5%. Um, Spending value 16,75%. Dat zijn natuurlijk, en je ook wel goed, rendementen waar je alleen maar van kan dromen Ik denk dat iedereen er wel voor zou tekenen als ze dat op een jaar zouden kunnen behalen. En als je zo'n strategie de afgelopen twintig jaar in ieder geval in Europa gebruikt zou hebben, of in België en zijn buurlanden, dan had je dat effectief gehaald. Pieter, je spreekt over uh, short. Er zijn ook mensen die zich uh, afvragen. Of dat je bijvoorbeeld in plaats van een long positie aan te houden, het model werkt daarvoor. Mm -hmm. Of je bijvoorbeeld ook de 20 slechts presterende ja. aandelen zou shorten. Want ik vermoed dat die short, waar je het er net over had, mm -hmm. dat dat een short is van de index, hè, van de hele markt. Nee, dat is eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk. Het is een beetje toevallig. Deze, deze vormlaag stond het dia nog in de presentatie, maar ik heb hem eruit gehaald. Dus wat ik eigenlijk ook heb gedaan, is uh, inderdaad. Volgens die strategieën, volgens die criteria, gekeken naar de 20 minst koopwaardige aandelen. Of de 20 meest verkoopwaardige, zoals je het wil zeggen. Dus die, dat je die zou shorten. En dan heb ik enerzijds gekeken, wat zou het rendement zijn als je puur daarop short gaat. Maar anderzijds ook, stel dat je voor een belang van 100% long gaat en 100% short. En wat blijkt eigenlijk? De shortzijde van, uh, van deze strategie blijkt niet super goed te werken. In de zin van, uh, ik zeg het even uit mijn hoofd. Als je 100% long zou gaan, 100% short, dan zit je met rendementen van de, rond de 4, tussen de 4 en de 6%. Dus dan heb je natuurlijk een marktneutrale uh, portefeuille, waardoor je zogezegd geen risico zou nemen. En dan zou je rond de 4 en 6% halen. Dus het short gedeelte, dat zou eigenlijk, is dus niet echt iets om aan te raden, om daarop te handelen. Hoe komt dat eigenlijk? En dat is eigenlijk ook het, een van de redenen waarom de longzijde zo goed, goed werkt. Bij zo'n strategieën, je gaat vaak in... Iets kleinere bedrijven beleggen ook vaak iets minder bekende, dat ga ik straks ook zeker laten zien. Maar het komt bijvoorbeeld bij die longzijde regelmatig voor dat je een aandeel in je portefeuille hebt dat maal 7, maal 8 gaat op een jaar. Natuurlijk, als je zoiets hebt, dat is fantastisch. Je gaat heel je rendement maken voor dat jaar van die strategie, zelfs als er alle andere aandelen constant blijven, bij wijze van spreken. Maar af en toe kwam dat ook voor bij de shortzijde. Dus je short in een portefeuille en een aandeel, en dat gaat maal 7 per jaar. Natuurlijk. Als je long gaat, kan je maar 100% verlies maken. Maar als je short gaat en aan gaat maal 7, dan heb je in principe 700% verlies. En daardoor waren die short returns niet al te goed. Natuurlijk, het is ook een beetje een naïeve beleggingsstrategie. In de zin van, stel je zou zoiets willen doen en je wilt met een short gedeelte werken. Ik zou dan persoonlijk bijvoorbeeld een, een stop los of zo instellen op 100%. Je gaat niet met aandelen in je portefeuille blijven zitten een short gedeelte dan die zoveel gaan stijgen. Dus. Um, ik heb die strategieën ook getoond, je kan er een beetje mee spelen, je kan heel veel varianten gebruiken. En als je met een short gedeelte zou werken, dan zou ik nog wel iets verder en dieper gaan in die strategieën. Er zijn ook een paar vragen gesteld al over welke screeners er het betrouwbaarst zijn. Ja. Want soms zien we verschillende cijfers voor eenzelfde aandeel. Mm -hmm. um, dus eigenlijk zou het hetzelfde moeten zijn, omdat hetzelfde mm -hmm. ratio zou gaan. Wat zijn dan betrouwbare ja. screeners? Als het goed is, dan ga ik daar uh, zo dadelijk op terugkomen. Ik heb er ook een paar in de presentatie gestoken en ga ze bespreken. En dan nog één vraag, uh, geldt dat voor alle sectoren? Uh, sectoren die misschien relatief nieuw zijn, alhoewel, misschien was telecom ooit ook een technologie uh, sector, maar we hebben nu bedrijven als uh, Amazon met mm. heel hoge verwachtingen. Mm. We hebben ook uh, de biotechnologie sector, geldt dat ook voor die sectoren? Ja, ja, eigenlijk bij deze strategie, alle aandelen werden opgenomen, met één uitzondering. En dat zijn de financiële waarden, dus bankaandelen en verzekeraars. Waarom zitten die er niet in? Dat is eigenlijk omdat ze een andere balansstructuur hebben en omdat het niet relevant is om die te vergelijken. Met um, de vraag spreek je bijvoorbeeld over Amazon en uh, ja, je hebt de Feng-aandelen enzovoort. Dat zijn aandelen die inderdaad torenhoge verwachtingen hebben, die zeer duur gewaardeerd zijn. Dat zijn wel types bedrijven die hier niet in voorkomen. Um, dus je gaat zo'n bedrijven gewoon niet opnemen in je strategie, omdat die niet Um, koopwaardig genoeg zijn volgens deze, uh, volgens deze, volgens deze criteria. En dat is eigenlijk idem voor bio, bi biotechnologie. Dus ze zouden in theorie kunnen opgenomen worden, maar dat gaat eigenlijk quasi nooit, of misschien zelfs nooit, gebeuren omdat ze niet koopwaardig zijn, genoeg zijn volgens deze criteria. U nee, heeft het soms wel eens over de efficiënte markt, maar af en toe zien we dat die markt serieus uh, verstoord wordt mm. hè, omdat er iets gebeurt, zoals corona, wat mm. we uh, hadden. Ja, um, je spreekt over emotieloos uh, beleggen, mm -hmm. met die ratios rekening houden, maar je moet dan toch ook precies wel rekening houden met de actualiteit op sommige momenten hè, kan dat zorgen voor heel hevige schommelingen. Mm -hmm. um, ja, in principe hier heb ik inderdaad hier over de efficiënte markten gesproken. Dus eigenlijk deze tabel is berust op de efficiënte markten. Natuurlijk. Ik heb het FF5-model besproken, dus bijvoorbeeld de consistentie van de winst is een risicofactor, blijkbaar. Ik ben daar persoonlijk ook absoluut niet mee eens, maar het is een thesis, het is een academisch onderzoek, dus in die zin moet je wel vertrekken vanuit de efficiënte markthypothese. Zeggen dat de, de markten efficiënt zijn. Ik heb ook al een aantal proffen gevraagd van, ja kijk, volgens dit FF5-plus momentum model, ik zou dat graag, maak, ik een, maak ik een kans om alfa te vinden, dus om een marktinefficiëntie te vinden daar in principe. En um, elke prof zei mij van nee, nee, gaat dat niet vinden enzovoort. Maar dat blijkt dus wel het geval te zijn. Dus um, er wordt vertrokken van die efficiënte markthypothese in die studie. Die wordt daar eigenlijk een beetje verworpen hier op deze dia. En um, ik ben ook zeker van uh, overtuigd dat de markten zeker niet en zeker niet op korte termijn altijd uh, volledig efficiënt zijn. En dan is inderdaad misschien de corona wel een heel goed voorbeeld van nu. En is er nog een nieuwe vraag uh, van option generator? Ik geloof dat een zekere Hamish Martens daarachter zit. Proficiat met de uitleg, maar uh, wat zou er gebeuren met de Sharpe Ratio als je maandelijks coverage calls zou schrijven mm -hmm, mm -hmm. op de wat grotere bedrijven met voldoende hoge volatiliteit, zoals die tegenwoordig vaak hoog is, die volatiliteit? Ja, dus hier staat de Sharpe Ratio, maar uh, daar zal ik het antwoord schuldig om moeten blijven, gewoon omdat ik het niet heb onderzocht. Dus um, de Sharpe Ratio is je eenheid uh, hoeveel rendement je weet dat we halen per eenheid risico. Ik zou niet op durven antwoorden hoe dat uh, dan voor opties en zijn werk gaat, hoeveel ze zouden behalen. Maar ik zeg het, dat zijn strategieën waar je zeker wat mee kan spelen. Er zijn ook duizenden varianten mogelijk om zelf te bouwen. En zeker is het interessant om na te gaan sowieso. En als dat blijkt dat dat goed werkt, dan en kan dat, dan kan dat zeker een meerwaarde zijn. Ja. Ik denk ook ik voor mij persoonlijk, 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 ik zou hier graag op termijn misschien al mee verder willen gaan. En dat dit een goed startpunt is. Dus je kan altijd maar verder en verder op blijven bouwen. Zeker en vast. Ik ben er ook van overtuigd. Dus dat, uh, ik heb de rendementen besproken, die zijn al vrij goed. Maar ik ben er zeker van overtuigd dat die nog beter kunnen. Als je nog iets strenger gaat zijn in de criteria, meer data hebt, meer statistische kracht zal ik maar zeggen, om alles te gaan nakijken, dat dat zeker verbeterd kan worden. Absoluut. Er, uh, dat was het voorlopig. Uh, maar bij Option Generator kan men dat ook uh, gaan onderzoeken dan. Uh. Kunnen misschien ja, nog ja, samenwerken? Inderdaad, op dat vlak. dat interessant uh -huh. om eens te bekijken. Dus uh, bij deze. Natuurlijk, ik heb het gezegd, dit is een hele belangrijke en dat zijn die transactiekosten. Um, elk jaar worden de 20 meest koopwaardige aandelen gekocht en dus op het einde van het jaar weer verkocht. Dat betekent concreet dat je 40 transacties per jaar doet. En waar in deze tabel eigenlijk naar gekeken is, is van kijk, hoeveel zouden de transactiekosten maximaal mogen bedragen per transactie om rendabel te zijn? En ik ga dan hier vooral naar de, de longzijde kijken, omdat dat het meest relevant is voor ons als particuliere beleggers. En dan zie je eigenlijk dat die. De kosten maximaal tussen de 0,91% en 1,2% mogen liggen. Dus het is zeker wel rendabel om zo'n strategie te gebruiken. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen, als, het 100%, als je het 100% wil kopiëren, is het een strategie waar je wel een redelijk vermogen voor nodig hebt. Dus ik heb eens bekeken, als je zoiets 100% zou willen kopiëren, zou ik toch wel met 100.000 euro of zo zoiets doen. En dat is natuurlijk voor veel particuliere beleggers moeilijk. Maar er zijn ook wel heel wat alternatieven mogelijk. En dan kom ik hier... In de volgende dia denk ik, of in de dia hierna op terug. Dus uh, dan is die vraag natuurlijk, waarom werken zo'n strategieën? Waarom werkt kwantbeleggen? Dan heb je daar verschillende redenen voor. zijn. Enerzijds heb je zo'n checklist. Dus uh, die criteria die je aftoetst en waar, je, waar iedereen aan moet voldoen. Dan denk dat er heel veel voorbeelden zijn, waar het blijkt dat zo'n checklist werkt. Bijvoorbeeld bij uh, dokters die operaties uitvoeren. Zij werken ook met een heel eenvoudige checklist, met soms... Quasi belachelijke, belachelijke zaken om het maar te zeggen, zoals was uw handen eerst als je een operatie gaat uitvoeren. Liggen alle spullen die je hebt gebruikt terug op de operatietafel? Om zo bijvoorbeeld te voorkomen dat je, na een operatie iemand een spons vergeet enzovoort. Ik denk dat we mogen stellen dat dokters die operaties uitvoeren het vrij intelligente mensen zijn. Maar toch, zo'n eenvoudige zaken blijken het aantal um, ja, fouten die voorkomen tijdens een operatie met bijna een derde te verlagen. En dat is eigenlijk iedereen bij piloten, zij hebben ook een bepaalde checklist die ze gebruiken voor het opstijgen van, ik uh, ben zelf geen piloot, staat dat aan, staat dat aan, kunnen we vertrekken, oké. Okay. En dan blijkt het fout, de foutenmarge ook drastisch te verlagen en neemt dat hetzelfde is bij beleggen. Dus je gaat hier ook eigenlijk een beetje profiteren van de irrationaliteit van beleggers, omdat andere beleggers niet volledig rekening houden met uh, al die criteria die je dan gaat gebruiken bij zo'n kwantitatieve, kwantitatieve beleggingsaanpak. En dan zeg ik het nog eens, um, iets dat absoluut niet onderschat mag worden, is dat je zelf vertrouwen hebt in de criteria die je gebruikt. Waarom? Als je dat niet gaat doen, als je zelf een beetje twijfels hebt, dus bijvoorbeeld, ik kan hier vandaag een aantal criteria voorleggen en je gaat die gebruiken, maar je hebt er zelf een beetje je twijfels bij. Als je het dan even minder gaat, dan is het heel moeilijk om je aan je strategie te houden. Dus daarom is het echt belangrijk om gewoon je eigen weg uit te spitten, criteria te gebruiken waar je zelf in gelooft, die je succes hebben bewezen, en denk dat je dan al een hele mooie stap op weg bent om. Uh, om minstens even goed en hopelijk beter te doen dan de markt. Um, Daar straks kwam er de vraag van, uh, van de screeners, denk ik, van betrouwbare aandelen screeners. Dit is eigenlijk uh, van Uncle Stock En degene, de twee screeners waar ik ervaring mee persoonlijk heb, is enerzijds Uncle Stock en anderzijds Quantinvesting.com. Ik denk dat is een quantstreepje uh, Investing.com Dat zijn eigenlijk twee screeners, aandelen screeners, om het zo te zeggen waar je eigenlijk zo aandelen mee kan screenen. Natuurlijk, zo van die screeners zijn niet het meest goedkope. Ik denk dat dan toch wel vaak um, rond de 20, 30 euro per maand zit. Je hebt ook bijvoorbeeld heel veel mensen hier in de club in Mol die werken met de Vectorvest, geloof ik. Ik denk eigenlijk, ik heb er zelf geen ervaring mee dat je met zo'n screeners ongeveer hetzelfde kan doen. Um, Unkel Stok is bijvoorbeeld van Peter Nees. Ik heb ook aan hem eigenlijk al eens die vraag gesteld van kijk, hoe betrouwbaar zijn jullie data eigenlijk? En hij heeft mij gezegd van ja, kijk, wij kopen die aan die data aan bij een Bloomberg terminal en ik geloof dat de, de juistheid van die cijfers rond de 99,6% aan 99,7% lag. Dus er gaan altijd foutjes inkruipen en die foutenmarge ligt dan rond de 0,03% 0,04 procent. Um, dus als je 100% zeker wil zijn, ga je eigenlijk die altijd handmatig of persoonlijk gaan moeten opzoeken. En um, ik denk bijvoorbeeld, ja, een Bloomberg terminal, dat die wel heel betrouwbaar zijn, maar natuurlijk hebben wij als particulieren niet echt de toegang toe. Maar goed, deze cijfers heb ik dus uh, deze vormdag van Unkel Stok gehaald. En hier onderaan zie je het. Dit zijn eigenlijk op dit moment de meest kopwaardige aandelen in Europa, volgens de Piotrowski F-score. En wat zie je typisch gezien? Dat gaan vaak aandelen zijn die niet al te bekend zijn. Hier zie je wel een Euronaf, die bij ons wel bekend is. Maar je hebt hier ook een Lubelski-Vegiel-groep, um, waar ik persoonlijk ook nog nooit van gehoord heb, enzovoort. En dat is waar hetgene dat ik er net ook op doelde, van Kies voor criteria waar je je comfortabel bij voelt. Want als het eventjes minder gaat, dan ga je er moeilijk mee, moeilijkheden mee hebben. Stel je voor dat je belegd bent in een lotus bakeries, en die gaat 20, 30, 40% naar beneden um, dit jaar, dan oké, okay, je kan opzoeken naar de cijfers enzovoort, je hoort wel in het nieuws. Maar stel je morgen de Lubelski wegiel in je portefeuille hebt, en je daalt 40% in je portefeuille, en je kan er eigenlijk weinig informatie over vinden, dan is het psychologisch wel voor sommigen moeilijk om dan een strategie te houden en om toch uh, consistent te zijn en te blijven beleggen op de manier waar je bezig bent. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik zei van, uh, dat je altijd wel comfortabel bij moet voelen. En hier eigenlijk, met zo'n unkelstok bijvoorbeeld, kan je ook heel snel, oh, zonder zelf al het werk te doen, gaan backtesten. Dus uh, gaan kijken hoe het de afgelopen jaren heeft gepresteerd. En volgens unkelstok zouden we dus de, dit is dan de 24 meest kopwaardige aandeel elk jaar kopen. Volgens de Piotrowski F-score, dus de selectiecriteria stonden elk enkel dia terug, zou die 17% hebben opgeleverd tussen 2008 en 2020. Dus over uh, 12 jaar tijd. Hier een soortgelijke dia, maar dan met de trending value. Dus van O'Shaughnessy op de Europese markt opnieuw. Met de meest koopwaardige aandelen. Daar zit een Cine World in, uh, concurrentie van Kinepolis. Hier zie je bijvoorbeeld een Balta. Daar heb je ook bijvoorbeeld vaak bij zo'n strategieën, het kan wel eens voorkomen dat je dat de strategie zegt, of op basis van de criteria zegt, dat je bepaalde aandelen gaat moeten kopen, dat zogenaamde kneusjes zijn. Ik hoop voor jullie dat je niet te veel de afgelopen jaren balde in een portefeuille hebben gehad, bijvoorbeeld. Maar op dit moment, vandaag, zou het volgens deze criteria blijkbaar een goed aandeel zijn om in je portefeuille te hebben. En als je hier dan naar die backtest gaat kijken, dan zie je van 2008 tot 2020 wist deze strategie zelfs 26% opleveren op de Europese markt. Dus door de 24 meest koopwaardige aandelen te kopen op basis van die criteria. Dus uh, die criteria waar ik het voorbeeldje van uh, de senderload dat straks heb gegeven. Nog eens kort, een soortgelijke dia. Opnieuw de trending value, maar nu wereldwijd. Waarom had ik dat nog eens zien? Omdat eigenlijk bij zo'n strategie is het heel belangrijk dat je vijver, om het zo te zeggen, het aantal aandelen waar je kan kiezen, dat die voldoende ruim is, voldoende breed is. Ik heb bijvoorbeeld ook eens gekeken naar de meest koopwaardige aandelen volgens deze strategieën. In België en Nederland op dit moment. Maar wat blijkt, er zijn eigenlijk heel weinig aandelen die aan die criteria voldoen. Dus dan is het veel minder relevant. Dus hoe meer aandelen je kan kiezen bij zo'n strategie, hoe beter. Want je gaat echt gewoon puur de, echt de meest meest kopwaardige aandelen volgens die strategie kopen. En als je dan gaat kijken hier ook naar de, naar de backtest, dan zie je dat die zelfs nog iets beter doet. Dus de afgelopen 12 jaar blijkbaar 30% per jaar. Ik denk zeker niet als je deze strategie... Of een soortgelijke strategie gebruiken dat je ervan uit moet gaan dat je 30% per jaar in de mint gaat halen. Um, anders dan kom ik zeker bij jou beleggen. Maar um, blijkbaar de afgelopen twaalf jaar wist het dat zo te doen. En ik denk dat gewoon de, de algemene, het algemeen beeld duidelijk is. Zo'n strategieën bleken de afgelopen jaren te werken. En persoonlijk zie ik niet echt in waarom dat zou veranderen de komende jaren. Ik zie bijvoorbeeld niet in waarom een, een waardeaandeel het de komende jaren ook niet, of op lange termijn in ieder geval, beter gaat doen. Uh, waarom ze het beter zouden doen aan de markt. En zeker niet als je dat langs combineert met kwaliteitsaspecten, momentum enzovoort. Dan eigenlijk de handvraag van de presentatie, of de belangrijkste vraag misschien wel. Hoe als particuliere belegger hiervan profiteren? Ik heb het al eens gezegd: het is moeilijk om die strategieën 100% toe te passen. Uh, waarom? Je hebt enigszins een redelijk groot vermogen nodig. Uw kosten zijn ook vrij hoog, je hebt hoge transactiekosten. In België hebben we een rode voorheffing van 30%, 0,35% beurstax per transactie. Institutioneel beleggers hebben dan bijvoorbeeld die beurstaks weer niet. Dus voor hen zou het een pak makkelijker zijn om zo'n strategie toe te passen. Ook zeker omdat ze grotere bedragen hebben om mee te beleggen. Um, je hebt een aandeelscreener nodig, die we al besproken. Dus ook quantinvesting, Investing, Enkelstok, die zijn ook niet gratis. En moest je toch zo zelf proberen om zoiets te bouwen, dan zou ik zeker aanraden om de kost- en fiscaal vriendelijke variant erop te bouwen. Als particulier dan toch. Wat bedoel ik daarmee? Een kostvriendelijke variant. Um, in deze strategieën, in die backtest, hebben we ervan uitgegaan dat elk jaar de 20 meest koopwaardige aandelen werden gekocht. Um, andere studies tonen bijvoorbeeld ook aan dat als je om de twee jaar in plaats van om het jaar gaat kopen, dat je nog altijd steeds heel goed doet, je rendement gaat er wel iets lager liggen, maar um, dan betaal je natuurlijk een pak minder kosten, omdat je veel minder transacties doet. Ook fiscaal vriendelijk, dus um, bijvoorbeeld dividendaandelen mijden. Het zijn vaak buitenlandse aandelen. Hier in België moeten we een roerende voorheffing betalen. Dat kan je beter vermijden. Natuurlijk, de makkelijkste manieren om ervan te profiteren als je erin gelooft, dat zijn eigenlijk deze twee. Dus uh, enerzijds heb je die ETF's, IBCZ en EMGF. Uh, ik heb al eens gezegd dat ik een half jaar geleden een presentatie heb gegeven, dus voor hen val ik misschien uh, een beetje in herhaling. Maar ik denk dat dat zeker geen probleem is om dat eens op te frissen. En anderzijds kan je zo factoren ook gaan gebruiken bij gewoon het nemen van beleggingsbeslissingen. Als je een bepaald aandeel aan het analyseren bent, opnieuw de central als voorbeeld, kan je altijd eens gaan kijken van de koersboekwaarde, hoe noteert die, hebben ze aandelen ingekocht? Zijn insiders op dit moment aan het kopen of net aan het verkopen? Um, hoe zit het met de winstmarge? Dus hoeveel winst per, eenheid, uh, per, on, per 100 euro omzet weten ze te behalen? Enzovoort. Dus dat zijn zeker interessante zaken om te bekijken. En ik denk ook zeker, die wiskundige of kwantitatieve benadering, dat dat de toekomst is in de zin van, je gaat het de komende jaren een pak meer zien verschijnen, omdat het toch nog wel een manier is om, om goede prestaties neer te leggen, om betere prestaties neer te leggen. En dus er gaan meer... Fondsen komen die erop gaan inspelen, um, ETF's. Eventueel ja, beursblaadjes enzovoort die er beroep gaan doen, enzovoort. Dus die ETF IBCZ. Um, Sommigen van jullie hebben misschien het uh, boek van Jan Longeval gelezen, dus God dobbelt niet op de beurs. In zijn boek spreekt hij ook een stukje over uh, kwantitatief beleggen. En dan ben ik eigenlijk ook een beetje met, uh, met, met Jan met Jan Longeval aan de praat geraakt. En zo hebben uh, we eigenlijk over IBCZ gehad. Ik weet niet of ik het van hem mag zeggen, maar. Uh, ik denk dat er ook een heel grote fan van is, hè, en ik heb hem persoonlijk ook in mijn portefeuille. Wat doet die, eigenlijk, die ETF eigenlijk? Die vertrekt eigenlijk vanuit de MSCI World. Dus de MSCI World is een index waarin de 1600 grootste bedrijven ter wereld zitten, of iets meer dan 1600, in de ontwikkelde markten. Dus dat neemt hij eigenlijk als referentiebasis. En op basis daarvan ga je eigenlijk vier factoren combineren. Dus je gaat value, momentum, quality en size gebruiken. Dus zo goedkoop mogelijk aandelen, aandelen die hard zijn gestegen in het verleden, Aandeel met kwaliteitsaspecten, dus uh, robuuste winst, en ook kleinere bedrijven. Dus uit die 1600 bedrijven van MSCI World gaat deze ETF in dit geval de 318 meest koopwaardige posities volgens die vier criteria, volgens die vier factoren gebruiken. In, in onze studie zijn we ervan uitgegaan dat er elk jaar een herbalancering was. Hier doen ze dat zelfs om het halfjaar. Dus dat is ook weer... Het dus gaat hier om professioneel beleggers, gaat om grotere bedragen. Zij zijn gewoon eenvoudigweg in staat om zoiets te doen. En dat tegen een fijne kost. Dus als jij zelf gaat kijken, hier de TERS, je betaalt daar zelf een halve procent per jaar aan kosten voor om die ETF in je portefeuille te hebben, dan denk dat zeker meer dan fijn is om zo'n strategie te, te gebruiken. Het is ook uh, een kapitaliserende ETF, wat dus betekent dat de dividenden niet worden uitgekeerd, maar die blijven in het bedrijf uh, of in de ETF, waardoor de koers doorgaans iets harder gaat stijgen. En onderaan zie je ook nog eens de Easing Cola. Wat geografische spreiding is het gewoon een beetje zoals de MSCI World. Dus voornamelijk de ontwikkelde landen, voornamelijk de Verenigde Staten, uh, met een kleine 70%. Ook in Europa zit een vijftiental procent en zelfs een klein deeltje in ontwikkeld Azië. Dus eigenlijk gewoon vooral de, de, de ontwikkelde markten en daar volgens hun belang in de wereldeconomie op dit moment. Dus de ontwikkelingslanden zitten hier niet in. En uh, sectorale spreiding zie je ook een mooie, mooie spreiding over alle sectoren. Technologie 25% of een kwart, industrie 11,5%. Gezondheidszorg 17,2% 17 enzovoort. Straks was er die vraag van uh, een Amazon enzovoort en biotech spelers. Dus als je hier bij deze ETF naar, die, naar de belangrijkste posities, naar de grootste posities gaat kijken. Herinner u, um, de MSCI World werd als basis genomen. Dus de 1600 grootste bedrijven, dat zijn al grote grootste bedrijven. Maar je gaat typeerend zien dat uh, Netflix en Amazon enzovoort, die gaan zich eigenlijk niet in zo'n ETF beginnen vinden. Waarom niet? Omdat ze simpelweg niet voldoende kopwaardig zijn volgens die criteria. Dus als je naar de meest of de grootste posities kijkt, dan zie je dat er Intel in zit, een Walmart, een Apple, wel, Microsoft enzovoort. Dus die verdeling qua aandeel dat erin zitten zijn typisch iets anders dan bijvoorbeeld in een S&P 500 of in een Nasdaq. Als je naar de prestatie gaat kijken, eerlijkheid gebiedt met te zeggen, sinds dat ik hier een half jaar geleden ben geweest, toen heb je die ook al aangeraden, hebben we het eigenlijk iets slechter gedaan dan de markt, in dit geval de MSCI World. Maar dat verandert absoluut niks aan het verhaal, naar mijn mening. Ik denk dat het relevant is om naar zo'n lang mogelijke periode te kijken. En dan kijk je best naar hier. Dus sinds de oprichting van de onderliggende index op die ETF. Dus um, IBCZ kopieert eigenlijk de MSCI World Diversified Multiple Factor Index. Dan zie je dat sinds 1998, die het eigenlijk een drietal procent beter hebben gedaan dan de markt. En ik denk, als je erin slaagt om 3 procent beter te doen dan de markt, dan ben je al heel goed bezig. Misschien zullen sommigen ook denken: van ja, kijk. In jouw studie liet je rendementen zien die 10% beter waren dan de markt. En hier is dat maar, uh, maar 3%. Hoe komt dat? Van? Waar zit dat verschil? Uh, nogmaals, deze vertrekt eigenlijk vanaf de MSCI World. Dus dat zijn al de 1600 grootste bedrijven. Dat zijn bedrijven die al heel succesvol zijn geweest voordat ze bij die 600 grootste bedrijven komen. Waardoor bijgevolg die pay vaak ook het opwaartspotentieel iets lager is. Wat je bij de strategieën, hoe ik heb onderzocht, zal ik maar zeggen. Hoe ik heb gedaan, is ik heb gewoon alle bedrijven die op de beurs stonden met een minimale grootte. Ik um, ben ervan uitgegaan dat ze minstens 50 miljoen market cap of marktkapitalisatie moeten hebben. En die heb ik allemaal genomen. Dus dat zijn vaak ook kleinere bedrijven en die hebben dan natuurlijk dan ook wel meer opwaarts potentieel. Het zijn vaak bedrijven die nog niet worden opgevolgd door institutionele beleggers enzovoort. Dus dat is daar de voornaamste reden voor. Um, dan heb je eigenlijk ook nog een variant voor de ontwikkelingslanden. En dat is EMGF. Um, dat is eigenlijk hetzelfde principe als IBCZ. Dus op de basis van die vier uh, factoren, kwaliteit, um, size, value en momentum, um, maar dan op de ontwikkelingslanden, China enzovoort. Als je naar de prestatie kijkt sinds 2000, dan zie je ook dat die het een, een, een 3,2% beter hebben gedaan. Het is wel zo dat we die momenteel nog niet kunnen aankopen in Europa. En dat is wegens de, de prips of het essentieel beleggingsdocument dat nodig is. Dus uh, wanneer een, een, een fondsbeheerder of een, uh, een speler zoals BlackRock, want uh, IBCZ en EMGF zijn van BlackRock, Wanneer die een, een fonds of ETF willen verkopen of dat jij ze kan aankopen, moeten die eigenlijk een essentieel be een beleggersdocument hebben in de taal van de koper, dus dan hier in ons geval in het Nederlands. En dat blijkt momenteel nog niet in orde te zijn. Vorig jaar werd mij verteld dat dat in orde gemaakt ging worden tegen het voorjaar van 2020. Um, dat is momenteel nog niet het geval, dat zou morgen door corona kunnen komen. Maar ik denk wel dat die in, het, in, de, recente, in de komende maanden, eventueel jaren, um, zeker aankoopbaar gaat worden. En dat dat wel interessant is om in het oog te houden. En dan ben ik eigenlijk min of meer bij het einde van de presentatie gekomen. Um, ik heb hier een beetje over kwantitatief beleid gehad. En dat is een strategie waar ik zeker in geloof. Um, maar het is voor jou altijd natuurlijk de zaak om uit te maken of je daar zelf in gelooft. Maar ik geloof in het algemeen dat een beleggingsplan en het beleid daarvan absoluut niet onderschat mag worden. En dat dat iets heel belangrijk is. Dus dat is echt de sleutel tot succes. Moet je marktconforme rendementen halen, zelfs beter doen. Dat je systematisch te werk gaat met een bepaald plan. weten waar je naartoe gaat. Als belegger loop je een eigen marathon, zeggen ze wel eens. En uh, dat je eigenlijk duidelijke doelen voor jezelf voorop stelt. En die dan gebruikt om je einddoel uh, te gebruiken. Ook die aan- en verkoopregels zijn heel belangrijk. Ik denk dat de meeste wel aankoopregels hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ik wil familiebedrijven in mijn portefeuille. Ik wil uh, bedrijven die goedkoop noteren. Die kwaliteitsvol zijn. Die een robuuste winst hebben. Maar zeker die verkoopregels mogen. Absoluut niet onderschat worden. Ik wil gerust ook wel eens zeggen welke ik daarvoor gebruik. Ik zeg het, dat zijn hoe ik naar beleggen kijk. Het is zeker niet de juiste of de heiligmakende methode. Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar ik werk eigenlijk um, ook geleerd van, uh, van een gerenommeerde belegger die misschien nu aan het kijken is van beurshobby. Met een kaartensysteem, dus zoals in de voetbal, met een gele en een rode kaart. Um, een rode kaart, als je een voetbal krijgt, word je van het veld gestuurd. Geel is een stevige waarschuwing. Tweemaal geel is ook rood. In concreet hier. Uh, dat je uit de portefeuille haalt. Wat zijn bijvoorbeeld re uh, redenen voor gele kaarten? Voor mij zijn dat bijvoorbeeld het uitstellen van je cijfers. Als je zegt dat je cijfers gaat publiceren vanavond om, om, om 18 uur en die zijn niet gekomen, dan is dat voor mij een stevig waarschu waarschuwingssignaal. Bijvoorbeeld bij Wirecard, uh, ze hebben nu het faillissement aangevraagd, ze hebben tot drie maal toe hun cijfers uitgesteld. Dat zijn absoluut geen goede tekenen. Ook insider verkopen zijn voor mij wel een waarschuwingssignaal. De meeste mensen zeggen van insider verkopen niet zoveel, want je weet niet waarom ze dat geld gebruiken. Het kan ook zijn voor een vakantiehuisje in Spanje, bij wijze van spreken. Terwijl dat insider aankopen wel een sterk signaal zijn. Um, er is natuurlijk niemand die zoveel voor het bedrijf weet als het management zelf. Als zij gaan inkopen, dan gaan ze dat absoluut niet doen om er armer van te worden. Maar als ze gaan verkopen, dan uh, moet je eigenlijk. Ook belang hechten aan de grootte van het verkopen, voor hoeveel verkopen ze. En zeker ook als er meerdere mensen van het management tegelijk aan het verkopen zijn, dan is dat is voor mij ook wel een, een sterke indicatie. Ook bijvoorbeeld als de toekomstverwachtingen um, dalen als er headset is binnen het management. We um, hebben het nu bijvoorbeeld gezien bij de beursgang van die Loris, dat uh, de CFO um, die er nog maar een maandje was, dat hij net voor de beursgang is vertrokken. Dat zijn voor mij toch ook wel stevige waarschuwingssignalen en zaken waar ik rekening mee houd. En dat kan leiden tot bijvoorbeeld een gele kaart. Wat zijn dan bijvoorbeeld redenen tot een rode kaart voor mij? Uh, fraude, al je gaat het maar om 10 euro bij wijze van spreken, dat is absoluut een teken dat, uh, dat er geen goede governance is of duidelijk bestuur. En zo'n bedrijf zou ik persoonlijk liever mijden. Me dus er zijn, om te concluderen, meerdere wegen die leiden naar Rome. En ik denk dat het absoluut de zaak is om voor jou zelf uit te maken waar je zelf in gelooft, waar je comfortabel bij voelt, en om dan voor de factoren te combineren die een succes hebben bewezen. Als er mensen zouden zijn die zich een beetje willen verdiepen in het onderwerp, dan heb ik hier een aantal boeken. Um, Gezet. Dus links onderaan zie je het little boek That Speeds the Market. Die ik heb besproken in het begin van de presentatie. Maar je hebt bijvoorbeeld de Acquires Multiple van Tobias Carlisle ook. Een heel goed boek. Quantitative Value. En links boven ook het boek, uh, ook het, boek het, wo het boek What Works on Wall Street. Van James O'Shaughnessy, waar ik het over had. Um, bij het boek, What Works on Wall Street, misschien wel een waarschuwing. Het is een heel goed boek, maar het leest absoluut als een telefoonboek. Dus je moet er wel voor zijn. Ik denk het boek een 6 tot 7 pagina's als het dik is. En het staat vol met tabellen over allerlei uh, factoren, criteria, die zijn onderzocht, hoe ze hebben gepresteerd, welke combinatie van factoren werken het beste, enzovoort. Dus het is niet echt een leesboek, maar eerder vol met statistische analyses, enzovoort. Dus daar moet je wel voor zijn. Dus dat was een beetje de presentatie. Ik hoop dat alles duidelijk was, dat je iets hebt bijgeleerd. En moesten er nog vragen zijn, dan uh, hoor ik het wel. Ja, ETF's zijn tegenwoordig al wel populair, maar zijn er veel ETF's of trackers die rekening houden met, uh, met uh, die kwantitatieve gegevens? Mm. Of uh, is dat iets relatief nieuws dat nog heel hard gaat groeien? Momentum bijvoorbeeld ook? Of zijn de meeste trackers gewoon uh, dat die gewoon de index kopen en op dat vlak mm. vrij passief zijn? Mm. Ja, het is uh, inderdaad een markt die echt nog in zijn kinderschoenen staat. Hè. Ik denk de enige meest koopwaardige ja, noem ik het nu even om. Om tekenen, een rendabele kost die je kan aankopen, is die IBCZ op dit moment. Die markt is absoluut nog niet groot. Ook de, het geld dat in IBCZ zelf zit, is nog niet zoveel, dat is een 500 miljoen dollar, geloof ik. Dus uh, dat is een markt die nog niet zo heel bereikbaar is, maar waarvan ik wel verwacht dat die de komende jaren steeds meer gaat opkomen en dat we steeds meer zo'n beleggingsfondsen en ETFs gaan zien opkomen. Dus uh, die ETF-IBCZ bestond sinds 2015. Ook bewijs dat die EMGF nu op de markt gaat komen. Eerst iets dat het een teken is dat toch wel. Er steeds meer en meer belang en vraag naar is. En ik denk dat die trend zich gaat voortblijven zetten de komende jaren. Maar op dit moment is er dus nog niet heel veel uh, keuze om in te spelen op zo'n strategie. En ik denk dat dan IBCZ qua ETF's de meest interessante en goedkoopste oplossing is om zoiets te doen, moest je dat willen doen. Het is interessant om op die manier te ontdekken wat aankoopkandidaten zijn. Nu een grote vraag voor veel beleggers. Dus is ook wanneer verkoop ik en wanneer is een aandeel te hoog opgelopen? Mag nog zo goed zijn of uh, ze mogen het in het verleden nog zo goed gedaan hebben, maar soms worden ze verschrikkelijk duur. Hè? Stel mm -hmm. dat bijvoorbeeld een Tesla, ja goed, dat zit niet, uh, dat zit niet in die categorie, mm -hmm. maar wanneer wordt iets te duur? Ja, je vraag gaat niet denk, puur over de strategie naar wanneer je verkopen, maar gewoon in het algemeen. Mm -hmm. ja. Nou ja, Tesla daar een heel mooi voorbeeld van is, van wat is duur en wat is niet duur, dat is inderdaad een hele moeilijke. Ik zeg bijvoorbeeld persoonlijk al een, een aantal jaren dat Tesla veel te duur is. Dus ik zou het nooit in mijn portefeuille opnemen, maar tot op heden nog altijd ongelijk gehad en staat ondertussen al een paar honderd procent hoger. Dus dat is zeker een, een, een moeilijke. Ik denk als je zonder strategieën, zoals ik hier heb besproken, dan zijn de regels gewoon duidelijk. Je verkoopt na één jaar, no matter what, en als je zelf je eigen beleggingsportefeuille bepaalt, ik denk dat je dan ook wel een onderscheid mag maken tussen zogenaamde value-aandelen, dus aandelen die je koopt omdat ze gewoon puur goedkoop zijn, maar je hebt ook bijvoorbeeld heel veel kwaliteitsaandelen in België, zoals de Lotus Bakeries, de WDP. Dat zijn aandelen die eigenlijk, ook Sofina bijvoorbeeld, die toch wel vrij duur zijn, maar die duur zijn om een gegronde reden. En zo'n aandelen persoonlijk, zoals de Sofina heb ik in mijn eigen portefeuille, ik besef heel goed dat die duur is, maar dan verkoop ik ze weer niet. Dus dat is ook een beetje de reden waarom je ze in portefeuille hebt, is dat puur omdat je denkt dat het ondergewaardeerd is, of is dat omdat je gelooft in de kwaliteit van het management en gelooft dat die komende 10, 20, 30 jaar nog steeds waarde gaan blijven genereren? Je ja, je dan bijvoorbeeld ook aan holdingspunten kunnen geven, uh, zoals bijvoorbeeld aan Sofina, omdat ze in het verleden zo goed hebben gepresteerd. Of omdat ze in technologie aandelen mm -hmm. zitten, waar uh, misschien in de toekomst ook nog heel veel mm -hmm. potentieel is, private equity, heel vaak. Wat uh, niet toegankelijk is voor gewone beleggers. Zijn dat eventueel ook zaken die kunnen scoren en die punten kunnen opleveren in een puur kwantitatief mm -hmm. model? Ik mm -hmm. denk eerst dat wel gewoon holling dat een zeer interessante beleggingsmethode is. Omdat die ook op lange termijn blijkt dat ze beter presteren. Het is natuurlijk wel iets moeilijker om daar met een, uh, met een puntensysteem te gaan werken. Als je bijvoorbeeld de kwaliteit van het management wilt gaan beoordelen. Het is dus waar leg je de grens, dat is natuurlijk een klein beetje subjectief. Anderzijds kan je wel een vastgelegde regel opstellen, van bijvoorbeeld: we kijken naar het track record van het management, eventueel ook bij andere bedrijven. Um, als ze zoveel waarde wisten te genereren, bijvoorbeeld, krijg je een punt, anders krijg je geen punt. Dus zo kan je wel criteria opstellen, maar ik denk wel dat het voor holdings inderdaad iets moeilijker is, natuurlijk omdat ze in onderliggend in meerdere aandelen belegd zijn. Uh, VfB werkt ook samen. VfB u schrijft voor VfB, mm. voor het magazine. Zij werken ook samen met Excelco. Dat ja. zijn ook uh, jongens die we hier gaan verwelkomen mm -hmm. het komende academiejaar. Trouwens, BlackRock uh, ook, hè. daar hadden we het straks ook mm -hmm. al over. Maar als we naar Excelco kijken, zien we daar ook een lijst die geselecteerd wordt. Ja. Uh, gebruiken zij ook, weet je dat, kwantitatieve mm -hmm. methodes om die mm -hmm. uh, ja, ja. kandidaten te selecteren? Ik ben er geen expert in, maar je hebt inderdaad bij Excelco een uh, sommige aandeel die vijf sterren hebben gekregen. Ik klop voor wat in het vorige magazine stond, dat smartfoto nu, voor het eerst vijf sterren hebben gekregen. En ik denk dat er een vijf, zestal regels of criteria inderdaad worden gebruikt. En dat dat eigenlijk inderdaad ook een kwantitatieve manier van beleggen is. Ik geloof dat dat is van, uw uh, winstmarge moet minstens zoveel procent zijn. De omzetgroei de afgelopen vijf jaar moet minstens zoveel procent zijn. Enzovoort. Dus in principe is dat zeker ook een, een kwantitatieve beleggingsmanier. Ja. Dan vermoed ik dat we stilletjes aan door de vragen zitten. Terwijl, of tenzij dat nog iemand iets uh, zou willen uh, vragen, Maar in ieder geval, er zijn ook heel veel reacties uh, die komen en die zeggen dat het uh, heel goed was. Dat het een heel okay, goede presentatie was. Mm -hmm. Dus alvast proficiat, Pieter. Maar we hadden natuurlijk niet anders verwacht. Uh, bedankt dat je nog eens even wou terugkomen naar je oude school hier in de Kempen. Uh, want als je nee, in nee, Antwerpen nee. gaat werken, je hebt daar ook uh, gestudeerd, ah. dan ga je ons misschien vergeten. Maar... Uh, uh, hopelijk uh, doe je dat niet. En inderdaad, in januari. Komen zowel Geert als Jolien Noels naar ons? Jolien werkt in Londen, daar uh, voert zij onderzoek als milieu-economen. Dus uh, zij komen langs. Geert zal dan ook langskomen. En er zijn nog een uh, heleboel interessante sprekers die langskomen en die bij, bijna even interessant zijn als u. Dus uh, ik hoop dat je toch uh, zeker met Geert en Jolien Noels meekomt mm. en dat je af en toe. Uh, nog eens te zien bent op de lezingen die ja. we hier hebben, of webinars die we hier hebben. Uh, Proficiat, ook, ook namens mij. Ik ben de fles champagne vergeten, maar die heb je ja. nog te goed. Ja, dat komt zeker uh, nog wel in orde. Nog twee kleine opmerkingen. Uncle Stok, zeg je, die gaan van naam veranderen. Ik weet niet precies waarom, ja. <laughs> maar die gaan een nieuwe naam krijgen. Ja. En uh, je hebt heel vaak over de Senderlo gesproken, waarvoor dank. Het is alleen uh, jammer dat je zegt dat je het niet opvolgt, <laughs> maar niemand is perfect natuurlijk. <laughs> um, voilà, ik dank jullie voor uh, jullie aandacht. Uh, jullie zullen dit ook nog kunnen herbekijken. En inderdaad, de slides zullen ter beschikking gesteld worden. Um, en dank aan Pieter dat hij dit webinar heeft opengesteld voor zoveel mensen. Want dat is ook met zijn toestemming en dat is heel belangrijk natuurlijk. We hebben begin augustus, ik geloof dat het 10 augustus is, hebben onze volgende spreker. Dat is Bruno Segers, hij was ooit de CEO. Van Rio Software, nadien van Rio Dolmen, heeft die twee bedrijven gefuseerd. Uh, die bedrijven, of dat fusiebedrijf is nadien ook verkocht, dat weet u. En uh, Bruno Segers die was uh, vroeger ook de CEO van Microsoft in België en in Luxemburg. En hij heeft ook een heel uitgesproken mening over het verschil tussen beursgenoteerde en niet beursgenoteerde ondernemingen. Dus we nodigen u uit op de volgende lezing of het volgende webinar. En blijkbaar is het ook voor Bruno Segers uh, een eerste keer dat hij zoiets doet. Dus we kijken daar ook erg naar uit. Maar Pieter, nog eens proficiat voor het webinar. Bedankt voor de van uitnodiging aan, aan jullie om te kijken. Ik hoop dat jullie iets hebben bij mogen leren vandaag. Voilà, dank u.